mensen. Wij zijn Extinction Rebellion. We zijn de beweging van burgers die zich grote zorgen maakt over de klimaat- en ecologische crisis. We zijn een natuurlijke wereld waar we allemaal onderdeel van zijn, aan het kapotmaken. En daarmee zullen we uiteindelijk ook onszelf kapotmaken. De branden in de Amazone, Siberië en Californië zijn weer toegenomen dit jaar. Het smelten van de Groenlandse ijskap heeft een kantelpunt bereikt. Of zal dat snel doen? In Nederland hadden we deze zomer de vijfde hittegolf in 3 jaar tijd. Miljoenen levens van mens en dier worden bedreigd. En ook plantensoorten sterven uit door deze ramp. Onze natuurlijke leefomgeving is aan het bezwijken. We staan hier vandaag in Den Haag, de regeringsstad, omdat onze overheid nalaat om ons te beschermen tegen de op handen zijnde rampspoed. Precies 5 jaar geleden besloot onze regering om deel te nemen aan het Parijsakkoord, waarin werd beloofd om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. Daarnaast zouden we ons inzetten om de opwarming tot ruim onder 1,5 graden te beperken. Nu zijn we 5 jaar verder. En hoe we er nu voor staan, is misschien wat u zich afvraagt. Dat kan ik u vertellen. Het antwoord staat op deze grafiek. Het antwoord is dramatisch. Klimaatwetenschappers verwachten namelijk dat we in 2100 te maken zullen hebben met een mondiale opwarming. Niet van 1,5 graad, maar van 3 graden Celsius. Dat klinkt voor sommigen van u wellicht niet als iets bijzonders. Maar het is het verschil tussen opwarming die ervoor zorgt of je oogst nog slaagt of niet. En dus of je te eten hebt of niet. Het is het verschil tussen kunnen blijven wonen waar je nu woont of moeten vluchten voor de klimaatcrisis en je thuisland moeten verlaten. Het is het verschil tussen een gezond gezinsleven waarin je kinderen groot kan brengen of niet. Het is een wereld die zal worden bedreigd door ziektes als malaria en Zika, die dit klimaat maar al te fijn vinden. En ook voor Nederland is het verschil tussen droge voeten of moeten accepteren dat een groot deel van Nederland zal overstromen. Ook Den Haag, waar we nu staan. En de reden daartoe, de reden dat de temperatuur alsmaar blijft stijgen, is omdat de regering zich niet aan die belofte houdt die het 5 jaar geleden heeft gemaakt. De mondiale CO2-uitstoot, het voornaamste broeikasgas, is sindsdien alleen maar gestegen. 11 jaar weer. Sinds 2015, het jaar van Parijs, is er in Nederland een heleboel gebeurd. Maar onze uitstoot is weliswaar gereduceerd. Maar veel en veel trager dan zou moeten om onder de 1,5 of 2 graden te blijven. De stichting Urgenda verzocht daarom in 2015 of de regering zich aan zijn eigen afspraken zou houden. Die afspraken die op zichzelf al niet goed genoeg zijn om ons aan het akkoord van Parijs te houden. Het kabinet weigerde echter. En in de rechtszaken die volgden verzette dit ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder leiding van minister Erik Wiebes zich met hand en tand. Iedere keer stelde de rechter Urgenda in het gelijk. En telkens weer bleef de regering tegengas geven. Dit tekent de houding van ons kabinet. Je zal zeggen dat als ons kabinet moeite heeft om maatregelen door te voeren om uitstoot te verminderen, dat het op zijn minst open zou staan om te erkennen dat er sprake is van een klimaat- en ecologische crisis. Toen Lambert van Raan op 6 juni 2019 namens Partij voor de Dieren een motie indiende bij de Tweede Kamer om erkenning te geven
aan de klimaat- en ecologische crisis. Werd deze door minister-president Mark Rutte ontraden met als onderbouwing: laten we werken aan oplossen en niet aan symboliek. En zo is de cirkel weer rond. Als er iets duidelijk is geworden in de 5 jaar sinds Parijs, dan is het dat ons kabinet haar kleur heeft laten zien. Het kabinet is niet geïnteresseerd in ambitieuze klimaatdoelen, waarvan de wetenschap zegt dat ze nodig zijn. Het kabinet heeft geen behoefte om haast te maken, waarvan de wetenschap zegt dat het nodig is. Het kabinet heeft geen zin in urgentie. En het kabinet kijkt niet verder dan de wensen van de gevestigde belangen. Daarom vragen wij het kabinet ook niks. We houden onze hand niet op. Enkel wat we vragen is dat ieder Tweede Kamerlid met een moreel geweten het stramien van de partijpolitiek verlaat. En de motie aanneemt die aan de 3 eisen van Extinction Rebellion voldoen. Eis 1. Wees eerlijk over de klimaat- en ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering. Eis 2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier. Eis 3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. Naast deze eisen vragen wij aan ieder welwillend burger om samen met ons in opstand te komen. Het enige adequate antwoord dat recht doet aan de existentiële dreiging waarmee we worden geconfronteerd. Ook vragen wij aan agenten en overige leden van de politie om de wapenstok neer te leggen en in vreedzame opstand te komen om duidelijk te maken dat het kapotmaken van onze leefomgeving niet langer door kan gaan. En voor iedereen die dit wil horen, politiemensen, medewerkers van het ministerie, nog dit. Wij staan hier ook voor jullie en voor jullie gezamenlijke toekomst. Wij handelen uit gewetensnood. Wij handelen in vrede en met vurige liefde voor de planeet in ons hart. Wij handelen voor het leven. Doe mee. Dank u wel. Misha, mag ik jou wat vragen stellen? Waarvoor staan we hier? We staan hier, nou dat kan je heel mooi zien daar aan het begin van de grafiek. Wat er heel mooi laat zien is dat natuurlijk schommelt de temperatuur van de aarde altijd een beetje. Maar tijdens de industriële revolutie zien we dat het flink omhoog is gegaan. En vrij alarmerend snel omhoog gegaan. Helaas is onze politiek reageert er niet met de urgentie op die het vereist. En daarom zijn we hier ook juist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat effectief eigenlijk meer gewoon het ministerie van Economische Zaken is. Het klimaat, dat doet men er een beetje bij. Om ze duidelijk te maken, want het is nu erop of de ronde. We kunnen het nog doen, maar dan moeten we het wel echt serieus nemen. Oké, en hoe gaat de actie? De actie gaat tot nu toe heel goed. Zoals je ziet, dus, dat was nog wel een uitdaging om de grafiek die hier geschilderd is op de muur niet te laten aansluiten op de banner. Dat was wel een ambitieus plan, maar dat is heel netjes gelukt.
Dus hulde voor de activisten en de tot in de puntjes de voorbereiding. En wat vindt de politie ervan? Want ik zie wat politie. De politie is heel rustig. Ik denk dat zij snappen ook wel dat het heel belangrijk is. De politie heeft zich keurig gedragen. Voor wat ik heb gezien, ze waren er al voordat ik kwam. Dus ik weet het niet. En laten we het zo achter of wat? Nee, het gaat om kruidspray en dat kan je vrij makkelijk met een spons in wat water schoonmaken. Dus het is ook geen daad van vandalisme. Het is meer een soort tijdelijk kunstproject. Tijdelijk kunstproject, ja. Ja. Maar het zou mooi zijn als er nog wat media komt, foto's ervan te nemen. En dan halen we het een keurig weg. Oké, dankjewel. Succes. Ik ga het weer. Nee, toch gewoon. Ik ga hier binnen afsteken en eerst voor de keer.